Oké, de tijd van Luie Ingrid is voorbij, want bij Fitte Vrienden tackle ik elke aflevering een nieuwe sport. De Vriendenloterij steunt bijna 50 goede doelen en meer dan 3300 clubs en verenigingen. Dus, leg de medailles maar klaar, want ik ga elke uitdaging aan. Behalve deze, denk ik. Iemand? Crusaders! Vandaag begint mijn sportavontuur. En ik ga eens even kijken welke sport het beste bij me past. En daardoor ga ik ze beoordelen met scores van 1 tot en met 10. En zoals je ziet, ga ik vandaag cheerleaden. Hallo. Hi, ik ben Ingrid. Ik ben Jeroen. Wat tof dat ik de Amsterdam Crusaders mag aanmoedigen. Ja, maar dat gaan we niet doen vandaag. Niet? Want je gaat allemaal een pakje aan doen. En je gaat meedoen. Meedoen? Ja. Met American voetbal? Ja, zeker. Zeker weten? Ja. Hey. Jeroen, zie ik er goed uit? Ja, prima. Ik ben er helemaal klaar voor. Wat gaan we doen? Nou, 3 tips natuurlijk. Ja. 200% inzet. Ja. Respect. En uitstraling. Uitstraling. Maar wat is dan de juiste uitstraling? De juiste uitstraling gaan we bekijken op het veld. Oké. Ik heb geen idee wat ze zeggen. Deze zag ik even niet aankomen. Ik vind het zo agressief. We doen even 5 voetbals naar beneden hoor. Ik voel ook een afstand. Guys, we gaan even trainen. Hard work on me, hard work on 3. 1, 2, 3, 4! Rustig hè, rustig Jordi. Dit gaat goed. Ik zeg je, een paar balletjes omhoog. Vind ik leuk. Ja! Volgens mij is het wel echt een mannensport, toch? Nee, absoluut niet. Nee? Er zijn zelfs 2 vrouwen. Tenminste, eentje doet het nu nog. Serieus? En eentje heeft in het verleden een kampioenschap volgehouden. Dus, maar met mannen? Met mannen samen. Ja. Wow! Maar wat betekent nou American voetbal voor jou persoonlijk? Zelf ben ik al actief een jaar of 30. American voetbal is voor mij duidelijk alles natuurlijk. Ja, dat heeft een enorme geschiedenis. Wat zijn er allemaal voor prijzen in de vitrinekast? We hebben 2 Eurobowl kampioenschappen gewonnen. Kijk, dat bedoel ik. En wat kunnen jullie doen met de steun van de Vriendenloterij? Teamuitjes, teambuilding. Ja. En voor elk team. Ja. Er wordt uitvoerig gebruik van gemaakt. En teambuilding is goed voor American voetbal, toch? Dat heb je nodig. Ja. We zijn met z'n allen familie, zo noemen we dat ook. De familie. De familie. Wat mooi. De unit. En we hadden het net over die uitstraling. Welke positie denk je dat het beste bij mij past nu? Nou, ik zie dat je redelijk vangt en je kon redelijk rennen. Dus dat zou receiver kunnen worden. Ja. Eigenlijk is er voor iedereen plek. Kan gewoon als je maar een team bent. Als je een team bent. 200% inzet. Ja. We hebben iedereen nodig. En respect hebben voor elkaar. Ja, absoluut. Dat is belangrijk. Dat is het belangrijkste. Mooi. Hem moet je proberen in principe te gaan tackelen. Ik moet jou tackelen. En dan ga je met die hand ga je naar beneden. Juist, dat is je stance. Oké, gaan we. Dit. Go! Ah! Oh, ja, ik ben oké. Ik moet echt even bijkomen. Dit waren... Sorry jongens. Hoe leuk jullie ook zijn, maar dit waren echt een paar ballen naar beneden, jongens. Oké, mannen, ik ben klaar voor de challenge. Wat mag ik gaan doen? Er staan daar een paar mannen opgesteld, die rij van 2. En jij gaat ervoor staan met de bal in je handen. En dan roep ik go. En dan moet je de deur heen. En dat heet Love is Like. En hoe groot is de kans dat ik daar doorheen kom? Dat ligt aan jezelf. Oké. De kracht die jij erin legt, kom jij eruit. Ik hoop dat ik het overleef. Kijk even, door 9 mannen ben ik gewoon er doorheen gekomen. Ik moet zeggen, het is echt een zware sport. Het is een hele stoere sport, misschien net iets te stoer voor mij. Maar ik vond het wel tof. Dus al met al denk ik dat ik het een 7 geef. Oké, mannen, nog een keer? Misschien ben ik nu iets te enthousiast. Ik weet het niet. Zullen we zien. Vind je dit een leuke video? Vergeet hem niet te liken en vergeet
vergeten niet te abonneren op ons kanaal. En wil je dat ik jouw sport beoefen, laat het dan even hieronder achter in de reacties. Maar niet zo heftig dit keer, oké? Oké, guys, we hebben maar weer.